een snoepje valt. Maar, yo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Max Baban en ik ben hier samen met meneer Luc. Hallo. En wij hebben een mededeling. Wij gaan wat doen, Luc. Ja. Dus, ik zet de camera neer. En dan zie ik jullie zo. Oké, dames en heren. Wij gaan met z'n tweeën een nieuwe account. Ja, een YouTube kanaal maken. Dat hebben we al gemaakt. Hij heet De Dutch YouTubers. En wij hebben al het logo gemaakt. En we hebben het kanaal ook al gemaakt. Dus als jullie nou even abonneren op dat kanaal. Link staat in de beschrijving van het kanaal. En ja. Dat is het. En doe een like op elke video. Vandaag gaan we misschien nog een video maken. Maar ja. Maar meestal duurt het wel even een half uurtje of een uur. Zo. Voordat je het kanaal pas op YouTube kan zien. Ik denk ook dat je zo vraag kan instellen over. En dan beantwoord jij zo, doe je ze. Oh ja. Wij doen een true of dare, toch? Ja, zeker. True of dare. Doen we met z'n tweeën. Doen wij op dat kanaal. Wij doen ook nog echt alle lol filmpjes erop gooien. Ik bewerk ze allemaal. Maakt mij helemaal niks uit, maar wij maken gewoon lol ermee. Ik film ze. Ja, cameraman. En bijna weer, bijna weer. Hé, hij kwam erop, hè? Nee, hij kwam. Vandaar zag ik hem bewegen. Hij kwam hier zo. Maar, dat is het dus. Dus wij gaan een true or dare doen. En die reacties moet je bij ADHD Power voor nu nog invoeren. En dadelijk als het kanaal erop staat voor de eerste video. Dan kunnen jullie alle vragen en alle tips en gewoon alle true and dare reacties kunnen jullie onder de video doen. Ergens. En je kan ook natuurlijk naar me mailen en naar zij mailen. En wat was het, Luc? Ja. Top! Hey, en duimpje omhoog. Niet naar beneden. Nee. Dat is stom. Wij gaan nu even naar het voetbalveldje. Wacht, moet ik even gaan. Gaan we Joshua en Sergio ook ophalen? Nee, ik wil het niet. Jij hebt nog huis uit. Ah, joh. Check jullie. Nou mensen, Joshua en Sergio komen niet meer buiten, allebei. Huiswerk! Ik heb geen huiswerk in ieder geval. Huiswerk? Denk ik. Denk ik. De huiswerk is saai. Ja. Ik op 8, na die eindcito. Ik heb... De enige toets die ik nog heb gehad was... Oh, dat was natuur. De enige toets die ik tot nu toe nog heb gehad. En voor de rest doen we gewoon per week één taal. Yay. We gaan nu naar het grote voetbalveldje, zoals je in de vorige vlog misschien ook hebt gezien. Vlog 49 staat ook in de beschrijving. Om hem terug te kijken. Ja, twee vlogs in één dag. Deze doe je. Eén vlog per dag, toch? Ja, en één vlog per dag. Maar en meestal neem ik... De vijftigste. Vandaag is het de 50ste, ja mensen. Eigenlijk zou ik iets speciaals moeten doen. Ja, wat ga je nou doen? In mijn onderbroek rennen. Speciaal? Onderbroek rennen op dat veld. Nee, maar ik weet wat het lukt. Als er dan iemand voorbij komt, dan ga je op de grond en dan roep je dit. Zo van... Van Persie sprong! Van Persie sprong! Hier, kijk zo, hoor dit zo. Zo. Van Persie sprong! Van Persie sprong! Fuck je! Oh, er zijn mensen. Er zijn mensen. Kom, ik check je. Weet ik ook niet.
Maar wij gaan nu naar het schommelpleintje, want het bij het voetbalveld zijn er al mensen. En bij het iglo-pleintje zijn er blijkbaar ook al mensen. Dus wij gaan gewoon weer terug naar het schommelpleintje. En al die mensen zijn nogal heel erg boring. Hoe ziet mijn haar eruit? Ja. Ik wil het zien. Ik heb iets leuks bedacht. Ik ga het even niet filmen. Ik ga iets grappigs doen. Okay. Ja, wacht. Ik heb iets bedacht voor de 50ste vlog. Het is niet erg heel spectaculair, maar ik ga naar iemand toe lopen en dan doe ik dit. Wil je mijn pielenwielen zien? Oké, dan ga ik zo lopen. Lijkt net alsof ik gewoon in mijn broekzak zit. Moet je bij kleine kinderen doen. Er zijn kinderen op dat schommelpleintje. Ja, kom. Jij moet gewoon lopen. Je moet gewoon rustig lopen. Gewoon rustig lopen. Hé, wat is hier binnen? Wat dacht jij? Wat is hier binnen? Hey. Man. Wil jij mijn pillen willen zien? Of ik ga gewoon bij jou naar binnen. Ja, oké, kom dan. Ja, hij haalt zijn hand uit zijn broek. Ja, hij kaatst die bal naar mij. Oké, kom bij mij naar binnen. Kom. Ja, mag ik wel filmen bij jou binnen? Natuurlijk. Ja? Ja, kom. Durf je niet, hè? Durf je niet? Denk je? Ja, ah, natuurlijk. Is die bijna vol? Ja, hij is helemaal vol. Kan je mijn pielenwielen zien? Ja, dat mag wel. Er zit niemand. Nee, maar binnen wel. Kijk, binnen is mijn vader. Kom. Hey papa. Hallo. Wil jij mijn pielenwielen zien? Oh, shit. Ja, hartstikke bedankt. Dat is mijn vader. Die is de keuken aan het doen. Voor de rest niet veel bijzonders. Ja, kom nou, zo eens. Pak hem zo. Ja, zo. Zo vroeg. Ja, boeit mij dat nou wat. Die is de keuken aan het doen, we krijgen een hele nieuwe keuken. Max is nu met de konijnen een beetje aan het fokken. Ja. Een beetje raar met de konijnen. Mijn zusje moet nog steeds die konijn, dat konijn ook doen. Het ziet echt niet uit. Nee. Vreselijk. Nou, wow. Zoals Luc net ook al zei, misschien verstond je hem niet helemaal goed, maar de vader van Luc en de moeder en zo zijn de keuken aan het verbouwen. Nou, mijn moeder niet hoor. Oh, dit is leuk. We zijn de keuken aan het verbouwen dus. Dus, dit was de vlog dan weer. Wil je nog één salto doen op de trampoline? Ik kan geen salto. Nee, daar ben ik ontzettend slecht in. Wat zullen we eens doen? Loop kaart tegen een deur aan. Nee, tegen de muur. Loop kaart tegen de muur aan. Kom eens. Loop jij er dan tegen? Ik heb een heel klein trucje voor. Nee, maar jij hebt die vlog, hè? Ja. Jij bent de hoofdpersoon hierin. Ik niet. Nee, ik heb geen hoofdpersoon in een vlog. Kom eens hierheen. Gaan we wat... Nou mensen, Luc wil ook iets doen voor de 50. Nee, of... moest van jou. Voor de 50ste vlog. En hij wil ook wat ervoor doen. Oh, zo snel mogelijk dadelijk weg gaan. Ja. Ik ga, wat ik ga doen is als er een fietser langs komt, dan ga ik langs de weg. En dan zo snel mogelijk weg gaan, want je bent benieuwd. Misschien komt hij achter je aan. En nu nog wachten op een fiets. Ja, dan komt hij aan. Maar echt van die jongens ga ik niet doen, hè. Ik ga hem even in de snelheid zetten, want daar komt de fietser aan, dus let's go.
handen. Oh, dat is echt zo, hè? Ja, maar ze keek al heel raar omdat ik helemaal zo ging van filmen. Dit was mijn vlog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Doe daarom een duimpje omhoog en geen duimpje naar beneden. Nee, want dat willen we niet. Dus doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En laat een leuke reactie achter. Doei! Oké, de 15e bal.